Vandaag gaan we iets heel leuks. Hoewel in het geval, ik ben al sinds mijn 10 jaren een enorme fan van de gitarist Slash. Vooral van Guns N' Roses in die tijd. Maar in 1995 verliet Slash de band, als ook de rest eigenlijk, behalve de zanger Axl Rose. En Axl Rose, de zanger, dacht dat hij Guns N' Roses was. Maar voor mij en velen met mij is dat gewoon niet het geval. Ging het vooral om gitarist Slash. Mijn passie voor Slash ging zelfs zo ver dat ik in een tv- en radiomagazine heb gestaan, vermomd als Slash, in Avro's Televizier. Ik ben op 19-jarige leeftijd, was dat in 1995, ben ik een dagje naar Amsterdam geweest omdat ik was uitgekozen om mee te doen aan de rubriek Ongetoverd. Ongetoverd was de rubriek, je kon je daarvoor opgeven. Beschrijven tot wie je wilde omgetoverd worden. Ik een brief gestuurd en ik werd zwaar naar uitgekozen ook. Ik een dagje in Amsterdam geweest. Ik werd op de gevoelige plaat gelegd door de vermaarde fotografe Patricia Steur. Een zeer gerespecteerde fotografe. Ik ben een enorme liefhebber van haar stijl, van haar foto's. En ze heeft de grootste wereldster in haar studio gehad. Het is een hele aardige dame, heel fijn in de omgang. Ik ben die dag tot Slash omgetoverd door de helaas inmiddels overleden styliste Coco de Meijer. En er zijn nog wat andere namen bij betrokken geweest van interview en visagie, maar die namen die weet ik even niet meer uit mijn hoofd. De bladzijde uit die televisier heb ik nog steeds ingelijst en wel. En het is vandaag tijd om dit een update te geven. Sowieso het lijstje waar het in zit, die kan echt niet meer. Die is echt aan vervanging toe. Ik heb dus al een lijstje gekocht bij de Xenos. En we gaan deze dus uit de lijst halen. En daarmee weten we ook gelijk de namen van degene die de interview destijds heeft gedaan. Oké, hij is uit de lijst. En ik heb gekeken om de namen te achterhalen. Maar helaas is dat toch niet meer leesbaar. Waarschijnlijk te nauw op de rand uitgescheurd. Ik had een aantal exemplaren van dat blad destijds. En bij dit exemplaar is het toch verloren gegaan, in ieder geval. En wat een kopie, hè? En zoals je kunt zien was ik toen zelfs al werkzaam in de zorg als ADL, assistent voor lichamelijk gehandicapten. Dit was in de zomer van 1995. Ik ben al heel lang een Guns N' Roses liefhebbende, met name van zanger Axl en gitarist Slash. Nou, van zanger Axl is dus inmiddels, heb ik daar een andere mening over. Gezien zijn manisch-depressieve manier van doen, wat ook weer klinkt in zijn teksten. Slash is het nog steeds voor mij. Ik ben hem een beetje gaan bestuderen en sympathie. Nou ja, nagaan, toen gebruikte ik al dure woorden. Zo wordt hij omgetoverd, het meest kenmerken. Kenmerkende aan Slash zijn zijn tatoeages. Nou, ik had toen nog een tatoeages zelf op mijn armen. Dus dat was een kwestie van tekenen door de visagisten. Ja, dat shirt was speciaal ontworpen voor die fotoshoot. En ik heb het niet meegekregen. Ik heb niks mogen houden van de attributen die hier gebruikt zijn. Maar ik kreeg later nog wel een geweldige grote afdruk van die foto toegestuurd. Helaas heeft hij de tand destijds niet overleefd. Hier dus mocht je in die tijd ook nog mee willen doen. Dit kan uiteraard inmiddels niet meer, mensen. Denk niet dat dit nog iets is wat ze doen. Goed, het is in ieder geval tijd nu om dit kwetsbare papier, want het is inmiddels 22 jaar oud, in deze lijst te gaan doen. En daarna komt er nog iets bij. Deze lijst is uit de verpakking. En die lipjes zijn allemaal omhoog gemanoeuvreerd. En hopelijk wil hij er een beetje makkelijk uit nu. Dat is altijd het nadeel van dit soort lijstjes, hè. Je moet het allemaal met je nagels of wat ook doen. Er ging er weer één precies onder mijn nagel. Ik bloed nu zelfs een beetje.
Zo. Geen idee waar dit artikel over ging, wat op de achterkant staat. Ik weet nog wel dat het exemplaar van toen, Hunter Tylo van The Bold and the Beautiful, op de voorkant had staan. Met een boa constrictor in haar armen. Zeer nauw bij deze lijst van de Xenos. Ongelooflijk dat het al 22 jaar geleden is. Het is al langer geleden dan dat mijn leeftijd toen in jaren was. En het is echt nog eens de dag van gisteren. Ik had een hele leuke dag. Er waren er 3 tegelijk voor die rubriek. Het was niet zo dat het echt wekelijks werd gedaan of zo. Het werd gewoon in korte tijd allemaal gemaakt. Het is echt nog de kunst om deze er weer in te krijgen. Nou, die zit keurig. Beetje jammer van de vlekje, maar ja, daar doe je nou helemaal niks aan. Er is een tikkie scheef, maar gezien hoe moeilijk ik hem, hoeveel moeite ik moet doen om hem open te maken, vind ik het wel prima zo. En dan is het nu wachten op een pakketje. Dat pakketje gaat nog even duren, geloof ik. Want we zijn al een paar dagen verder. Maar ik ben in ieder geval even naar de kringloopwinkel geweest. Wat heb ik daar gekocht? Daar heb ik deze 2 keer gekocht. Deze en een kleinere versie. En die kleinere versie is voor het poppetje van Slash. En die heb ik al geschuurd en zwart gespoten. Malletje maken om te berekenen waar de schroeven in de muur moeten komen. En dan komt die naast de nieuwe fotolijst te hangen. Met die pagina uit Averroes Televier. Televisier erin. Oké, we zijn zover om deze update af te ronden. Gezien het wederzijdse irritatiefactortje dat hij scheef zat, heeft Monique hem toch nog recht erin gedaan. Het kastje hangt en de bestelling is binnen. Ik zag hem en ik dacht, you could be mine. Hier is Slash Funko Pop. En ik ga hem nu uitpakken, ik heb hem nu niet uitgepakt. En wat ik al een beetje door de verpakking heen zag, is hij heeft zelfs accuraat de tatoeages van Slash. Echt helemaal leuk. Ja, helemaal leuk, leuk. Vind ik leuk. Ja, hij klopt gewoon helemaal, hij is hartstikke gaaf. Sigaret in zijn mond. De Les Paul gitaar erbij. En
voilà. Het doosje ga ik zeker bewaren, want die is ook hartstikke leuk. En nou ja, goed, verder is het denk ik wel dan een goed moment om dit filmpje af te sluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zie je graag weer terug bij een volgend filmpje. En see you later, alligator. Ik wil je hartelijk bedanken voor het bekijken van deze DIY. Geef zeker een duimpje omhoog als je hem kon waarderen. Klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want het is gratis, blijf je op de hoogte van alle leuke nieuwe ideeën. Ik zie je graag weer bij een volgende DIY, maar bovenal ga zeker dingen maken. Hey, see you later, alligator. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday.